Blijf er even bij, we hoeven niet weg te lopen. U mag gezien worden. Bedankt voor jullie inzet, voor die vele jaren en Amersfoortse politiek in beeld brengen. En jullie ook fijne dagen. Ik wens Amersfoort heel veel vrolijkheid toe. En als we een beetje vrolijkheid hebben, dan hebben we het goed met elkaar. En dat maakt de stad sterker. Ik wens Amersfoort natuurlijk alle wijsheid toe. Maar we zitten in een samenleving waarin we individuen geworden zijn en niet meer een hele grote samenhang hebben. Wat wens ik de stad toe? Ja. Een mooi groen Amersfoort. Mooi groen Amersfoort en waar kijkt u met heel veel liefde en plezier op terug? Toch wel het plantseizoen de afgelopen maanden. Ontzettend veel gezondheid voor 2020 natuurlijk. Vooral gezondheid voor de hele stad. Ja. Sportieve gezondheid. Sportieve gezondheid, want daar ligt uw focus. Ja, voornamelijk wel, ja. Wat wens u de stad toe? Nou, hele mooie feestdagen. Fijne feestdagen met alle naasten natuurlijk. Ja. En waar kijkt u met heel veel voldoening op terug? Heel veel zaken. Ik hoop dat ook mensen weer met positief gevoel naar het nieuwe jaar uitkijken. Ja, tegelijkertijd weet je ook dat een aantal mensen heel veel problemen hebben, ook in het komend jaar. Wij willen alle inwoners van Amersfoort gezegende kerstdagen wensen. Ik kan wel zeggen een mooi stadhuis, maar dat zal volgend jaar nog niet plaatsvinden. Voor de kerst en de jaarwisseling wens ik vooral Amersfoort heel veel gezelligheid toe. Ik wens alle Amersfoorters een gezond en een fijn 2020 en hele fijne feestdagen met elkaar. Natuurlijk een heel mooie feestdagen, heel mooi uiteinde en vooral een heel rustig begin van het nieuwe jaar. De stad wil ik nu alvast eigenlijk hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen. In ieder geval dat we met elkaar en dat mensen met elkaar kerst kunnen vieren in alle warmte. En dat er voor iedereen in ieder geval ook een kerst is. Dat is het belangrijkste, voor elke Amersfoorter. Vooral een heel gezond en ondernemend 2020. Heel veel goeds. En iets minder warm. Veiligheid rond de kerstdagen en vooral met oud en nieuw. Onze hulpverleners, politie, brandweer, GGD, moet je vanaf blijven. En we maken ons soms zorgen over, want ook in Amersfoort is er heel veel illegaal vuurwerk. Heel veel veiligheid, vrede, voorspoed en een mooie tijd met elkaar. Ik wens alle Amersfoorters vooral een heel gezond, gelukkig nieuwjaar toe. Dat is toch eigenlijk het liefste wat je wil, gezond. Nieuwjaar, zeker een veilig nieuwjaar. Laten we niet hier de rellen van 2 jaar geleden weer terugkomen. Lekker met elkaar spelletjes doen. Niet te veel de politie aanvallen, eigenlijk niet. En geen brandweer, brandstichten en hele fijne kerstdagen met de familie. Ik wens de stad een veilige stad. En ook dat er voldoende huizen bij komen en dat er dus flink gebouwd gaat worden. Zodat voor iedereen een mooie plek is om in te wonen. Ik wens alle Amersfoorters, maar alle inwoners van Nederland een hele gelukkig, gezonde nieuwjaar en geweldige feestdagen vol liefde. Veiligheid, vriendschap en heel veel plezier met elkaar, met je familie. En hou het ook veilig en rustig op straat. Dus een heel fijne kerst toe uiteraard en een veilig en rustig oud en nieuw. Op de eerste plaats hele gezellige en fijne kerstdagen in de familiekring als het even kan. Tot rust komen, een beetje bezinnen, reflecteren misschien. Maar vooral uitrusten. Ik denk dat heel veel mensen toe zijn aan een beetje rust. Wij zijn eigenlijk heel erg trots op alle Amersfoorters die zich dit jaar hebben ingezet voor anderen of voor de stad. En ik zou de stad toewensen dat ze dat willen blijven doen. Wat wenst u de stad Amersfoort toe voor het nieuwe jaar? En heel veel dat mensen dromen kunnen waarmaken. En dat iedereen zich erbij voelt, horen. Dus alles goeds. In 2019 hebben wij het Wij Amersfoort gevoel ontwikkeld en dat nemen we mee naar het nieuwe jaar. Maar voordat we daarvan gaan genieten, wensen wij met z'n allen fijne feestdagen en samen 2020! Wat we hebben voor elkaar gekregen is dat onder andere als het gaat om vrijwilligers in de sport, dat we die een plekje hebben kunnen geven in het vrijwilligersbeleid van de gemeente. Dat is natuurlijk vooral de gemeente, is dat de sportnota is goedgekeurd en daarmee we een nieuwe slag kunnen maken om Amersfoort sportiever te maken.
We kijken terug eigenlijk naar een mooi jaar waarin we constructief oppositie hebben gevoerd als Partij van de Arbeid Amersfoort. En wat wil u het nieuwe jaar vooral bereiken? Goed werk, betaalbaar wonen, goede zorg, juiste zorg voor iedereen in de buurt, duurzame Amersfoort. En natuurlijk veel sport, onderwijs en cultuur. Ik denk dat er heel veel mooie dingen zijn bereikt. Onder andere dat er een Outlook binnenstad komt. Extra geld voor cultuur wat wordt uitgegeven. Nachtnet wat in stand wordt gehouden. Ik denk dat we als D66 trots mogen zijn. En het nieuwe jaar brengt dan? Omgekeerd inzamelen. Heel mooi, dank u wel. En u ook een hele fijne kerst. Waar kijkt u met heel veel plezier en voldoening op terug in het afgelopen jaar? Outlook binnenstad. Mijn belangrijke dingetje. Ja. Helder. En oh, dat is uw schuld. Nou, het is, u heeft zich daar sterk voor gemaakt. De keuze van de raad, maar ik heb me daar enorm voor ingezet. We hebben een hoop bereikt op het gebied van sociaal domein en veiligheid. Ik ben erg blij dat we bijvoorbeeld de situatie met de 23 BOA's, dat we dat onder aandacht hebben gebracht. En ja, ik denk dat mensen wel zijn wakker geschud daarover. Eigenlijk wat we hebben bereikt op het gebied van woningbouw. We hebben de nieuwe woonbouwvisie vastgesteld. Daar gaan we lekker mee aan de slag ook volgend jaar. Bouwen, bouwen en bouwen. En het volgend jaar dus ook nog bouwen. En nog drie keer bouwen. We hebben als partij het initiatief genomen voor een duurzaamheidsakkoord voor de hele raad. En dat is na een heel lang proces is dat gelukt. Dus dat is eigenlijk wel heel leuk. Dus er wordt ook goed samengewerkt. Dus u wenst ze allemaal een duurzame toekomst? Ja, zeker. Zeker duurzame, maar ook wat ik wel gemist heb dit jaar is de transparantie in de politiek. Het opkoopverbod. Dus dat huizen, nieuwbouwhuizen niet meer opgekocht mogen worden door mensen die er alleen maar heel rijk van willen worden en vervolgens peperduur doorvuren. Dat was een jaar geleden, wilde niemand eraan. En ik heb gezeurd, 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 zoals u mij kent. En het is er nu door. Vandaag gaan we toch wel even als gemeenteraad voor je zingen. Weet u wat u wilt gaan zingen of moet ik nog een voorstel doen? Nee, we gaan zo zingen. Meneer Bolletjes vraagt gefeliciteerd en u heeft het zingen in ieder geval overleefd. Ik heb geluisterd. Ik weet dat ik zelf enorm vals zing. Maar volgens mij is het in de gemeenteraad nog een enorme verbetering mogelijk. Dus laat ze gewoon de komende jaren nog blijven oefenen. Schouders eronder met elkaar. En dat wij Amersfoort gevoel dat we het afgelopen jaar rond Koningsdag, of dit jaar eigenlijk met Koningsdag, hebben weten op te bouwen. Dat we dat meenemen naar het komend jaar. Wat ik heel mooi vind wat we bereikt hebben is toch eigenlijk de samenwerking in de binnenstad. En dan met name rond de Hof is toch wel een van de pareltjes. Waarbij je ziet dat een aantal omwonenden van een plein samen zegt van wij steken de schouders eronder. Wij gaan werken aan de toekomst van onze eigen omgeving. Trots ben dan ben ik altijd trots op wat mensen met elkaar voor elkaar krijgen. En als uw vraag gericht is op de politiek, dan ben ik namens mijn partij vooral heel erg trots op de Oosterluwe binnenstad. Ik ben heel blij dat we het stadhuis gaan bouwen. Na alle lange aanloop die we hebben gehad, daar ben ik heel blij om. Ik denk de extra investeringen in het sociaal domein die we dit jaar hebben gedaan, daar ben ik echt heel blij mee. En een ruimer beleid ten aanzien van sportvoorzieningen voor mensen met een beperking. Dat is echt wel iets waar ik heel trots op ben. Waar kijkt u met heel veel voldoening op terug? Nou, dat de dialoog een beetje op gang komt in Amersfoort. Dat we elkaar niet elke keer maar over de bol aaien, maar dat we ook een scherpe dialoog aangaan. Ik kijk met veel voldoening terug op de bijeenkomst van Park Schothorst, waar echt meer dan, denk ik wel, 500 mensen aanwezig waren. En ik vond het erg leuk om te zien hoe iedereen zo betrokken was bij hun buurt. En dat ze daar geen woontorens wilden, net als ik niet overigens. En ik hoop dat we komend jaar daar een leuke boerderij kunnen realiseren. In mijn eigen portefeuille de sportnota, de cultuurnota is erdoor, dus een heleboel. Kortom, er is zat te doen komend jaar. Ja, zeker, ja. Nou, ik vind het heel mooi dat we een deltaplan wonen hebben vastgesteld. En dat is denk ik een van de grootste de oplossingen die we hier nodig hebben in Amersfoort. Er is een enorm tekort aan woningen en daar gaan we nou eens een flinke deuk in slaan. We zijn van meet af aan hebben wij gezegd van die westelijke ontsluiting, daar is een besluit over genomen. Dus dat gaan we niet met alle man en kracht die we hebben weer proberen om te draaien. Maar als hij komt, dan komt hij er goed? Dan moet hij er goed komen. En dan moet dat binnen de financiële randvoorwaarden zijn. Dan moeten er zo weinig mogelijk bomen sneuken. Kortom, u controleert. Wij controleren. Waar ik heel trots op ben, is de warmtevisie die we aangenomen hebben. We zetten stappen op een maatschappij, een Amersfoort, wat energie-neutraal aan het worden is. En dan nemen we ons tijd voor om goed na te denken. Wat meteen oppopt, is dat wij voor 2020-21 de onderwijsstad zijn, nationale onderwijsstad zijn. Dus dat is wel een ongelooflijk mooie verdienste voor deze stad. Want
waarom we dat hebben gekregen heeft ook te maken met de wijze waarop we samenwerken in deze stad. Al deze schoolbesturen en alle andere instellingen en mensen rondom het kind. Samen met ons, dat we dat voor elkaar hebben gekregen, is natuurlijk ontzettend mooi. De samenwerking in de fractie vind ik heel fijn. Dat we nu dat we samen vergaderen en toch ook telkens wel weer overeenstemming krijgen over onze inbreng. Dat wij beginnen met bijbellezen. We doen nu het bijbelboek Spreuken en met gebed. En dat is toch heel fijn. Wat ik het mooiste vind is dat er zo ontzettend veel betrokken Amersfoorters zijn. Zoveel mensen die zich willen inzetten voor de stad, voor de toekomst voor de stad, maar ook voor elkaar. En dat is iets waar we heel erg trots op mogen zijn. Dat zag je terug bij Koningsdag. Maar dat zie je eigenlijk door het hele jaar heen. Persoonlijk heel blij, ook als fractie zijn we heel blij met de nieuwe fietsenkelder die eraan gaat komen. Dus we fietsen hem er straks in. En hopelijk vinden we hem dan later ook weer terug. Ja, dat lijkt me wel. Bewaakte stalling? Ja, dat is een bewaakte stalling. En gratis. We hebben echt een probleem met de huisvesting. We willen betaalbare woningen. We hebben daarom ook echt voluit het Deltaplan Wonen gesteund. De hoop dat in het nieuwe jaar we weer stappen kunnen gaan zetten richting een groenere stad. Ik ben tevreden en blij dat we uiteindelijk echt over een antidiscriminatienota hebben gehad in Amersfoort. En dat we daar ook echt mee aan de slag gaan om Amersfoort nog veiliger en diverser te maken. En dat we daar ook echt aandacht aan besteden. Ik vond het heel erg mooi, de laatste motie die vandaag, de laatste motie van dit jaar, van de heer Molenkamp. Over het groen in het spoordriehoek, dat unaniem is aangenomen. Dus daar zag je nou echt, samenwerking kan en helpt. Men vond dat mijn volhardendheid en de uiteindelijke motie van zulke kwaliteit was. Toen zei van, geweldig, die willen we volledig steunen. En volgend jaar gewoon weer gratis koffie. Ja, en daar doen wij onze wensen natuurlijk heel graag bij. We gaan weer in het nieuwe jaar voor het leuke nieuws en uiteraard voor de gratis koffie op dinsdagavond. We zien elkaar.